Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. We beginnen zoals altijd met de socials. Hij is vandaag trending topic op Twitter, onderwijsminister Arie Slob. Ja, Arie ging weer knijterhard deze week. En dat had ermee te maken dat een aantal reformatorische scholen van ouders eist dat ze een verklaring tekenen tegen homoseksualiteit. En dat is pure discriminatie, maar daar kom je soms mee weg dankzij artikel 23 van de grondwet. Daar had ik het 4 jaar geleden alles over. Kijk maar hier, klik me hier maar even op je beeldscherm. Voor de online kijkers, tot zo. Voor de tv-kijkers, ga maar even een doekje halen met je vette vingers op je scherm. Bah. Anyway, artikel 23 gaat over het bijzonder onderwijs. In Nederland mag je namelijk een school oprichten met overheidsgeld en dan zelf bedenken wat voor school het wordt. Bijvoorbeeld eentje waar kinderen zelf hun planning maken, dat heet dan Montessori. Of dus eentje waar je de kinderen wijs maakt dat Splinter Chabot en André van Duin naar de hel gaan, en dat heet dan een reformatorische school. En vrijheid is dus fijn, maar het kan dus ook tot discriminatie leiden. En dan moet je kiezen. Wat weegt zwaarder? Vrijheid van onderwijs of het verbod op discriminatie? Nou, dit zei minister Slob. Het vragen van zo'n verklaring, dat is een keuze die een school grondwettelijk heeft ze de vrijheid om dat te doen. Ja, vrijheid van onderwijs gaat boven artikel 1, vindt Slob. Nou, iedereen boos, hij een beetje nadenken en een dag later was dit zijn mening. Ik denk dat het duidelijk is, als zij identiteitsverklaringen van ouders vragen om homoseksualiteit af te wijzen en daarmee ook de seksuele identiteit van leerlingen, dat dat niet acceptabel is. Oké, Slob is om. Heeft hij een groot inzicht gehad? Of heeft hij thuis met zijn vrouw een beslisboom getekend? Is er een engel met een leren broek aan hem verschenen toen hij sliep? Wat was het? Nu ik zie dat de discussie zich op deze manier natuurlijk ook ontwikkelt. En ik zie ook die jonge homo's die denken van, hey, wij mogen niet zijn wie we zijn. Ja, hij zag de discussie zich ontwikkelen. Dat zeg ik ook altijd als we ons weer eens hebben vastgereden in een bietenveld in Oost-Duitsland. Ik zie de discussie over de route zich ontwikkelen en ik denk toch dat we over Zwolle hadden moeten gaan. Trouwens, ik weet niet wat het is, maar het is gewoon ook heel leuk om Slob jonge homo's te horen zeggen. Doe nog eens. Jonge homo's. Ah, heerlijk. Dat is echt... heerlijk. Doe nog eens. Jonge homo's. Ah, dat is lekker, lekker. Maar goed, Slob is om. We hebben dus nu nog steeds een minister die discriminatie goedkeurt, maar hij durft er in ieder geval niet meer vooruit te komen op zijn werk. En dan denk je misschien, oké, opgelost. Die verklaringen worden straks afgeschaft. Maar dan hebben we dus nu nog steeds ouders die zo'n anti-homo-verklaring zouden willen tekenen. En die sturen hun kinderen naar scholen die zo'n anti-homo-verklaring zouden willen eisen. Voor die kinderen verandert er dus niks. Want dit zegt de Vereniging van Gereformeerd Onderwijs erover. Dat is een mening, dat is een opvatting, dat is een geloofsovertuiging. Die delen wij als scholen met de ouders, met de kerken. Dus als gemeenschap hebben wij diezelfde denklijn. En daarmee discrimineren wij niemand, maar we hebben een overtuiging. We discrimineren niemand. We willen alleen even zwart op wit hebben dat iedereen tegen homo's is. Deze meneer Moens was trouwens not amused dat de christenen überhaupt onder vuur kwamen te liggen tijdens het debat over burgerschap. Een beetje verbaasd was Pieter Moens wel. Wat een woede tegenover reformatorische onderwijsinstellingen. Dat onderwerp was toch vooral op de politieke agenda gezet om moslimkinderen beter te laten integreren. Waarom zijn alle pijlen nu op ons gericht? Ja, wat is dit nou? We zouden het toch gewoon gezellig over de moslims hebben? Waarom gaat het opeens over de christenen? Ik zat helemaal klaar op de bank met een zak paprika-gips. Maar goed, de minister die waait lekker mee met de opiniewind over die anti-homo-verklaring en die redt zijn hachje door er zogenaamd op terug te komen. Maar voor homoseksuele leerlingen op revo-scholen verandert er in de praktijk dus niks. En tuurlijk is het ingewikkeld als vrijheden botsen, maar wat hier misgaat is dat de vrijheid van onderwijs niet over kinderen gaat, maar over de vrijheid van volwassenen. Die zijn vrij om thuis hun kinderen van alles wijs te maken. Dat hou je niet tegen. Dat doe ik zelf ook. Die van mij die geloven nu dat SpongeBob de voorzitter is van de Raad van State. Mag ik vinden. Maar artikel 23 geeft ouders de vrijheid om hun kinderen op school precies hetzelfde wijs te laten maken als thuis. En in een ideale situatie horen ze dus op school ook andere dingen dan thuis. Maar zelfs dat is helaas geen garantie voor succes, bleek vorige week in Rotterdam. Want er is ander nieuws. We gaan naar Rotterdam. Want daar is een leraar op een katholieke scholengemeenschap ondergedoken. Ze zegt gewoon waar die zit. Maar goed, ga verder. Ondergedoken na het laten zien van een spotprint van een jihadist in de klas. Ja, een leraar op een Rotterdamse school had al sinds 2015 een cartoon in de klas hangen waarop een jihadist stond. Een paar leerlingen werden boos omdat ze dachten dat die jihadist de profeet moest voorstellen. Dat krijg je er dus van als je hem niet mag afbeelden, dan gaan mensen gewoon raden. Maar goed, dat escaleerde dus. Een paar leerlingen met een islamitische achtergrond protesteerden hiertegen en plaatsten een foto van de print op social media. Vervolgens werd de leraar bedreigd. Ja, een beetje raar.
Als je vindt dat de profeet niet mag worden afgebeeld, waarom zou je hem dan wel op de socials rondknallen? Stuur jij even die afbeelding door van wat we niet mogen afbeelden? Oké. En ook al was het dus niet eens een afbeelding van de profeet, nu staat die hele school op zijn kop. Ja, ik vind het best wel erg, omdat het natuurlijk, het komt heel dichtbij. En we zitten nu midden in de toetsweek, dus we moeten heel veel leren. En dan, als je dat er ook nog bij hebt, het is wel heel veel. En ik heb straks een blokuur Duits en het regent en we kunnen de mediatheek niet gebruiken, want daar woont meneer Jansen nu met zijn gezin. En het is natuurlijk ook vervelend gedoe tijdens een toetsweek, dat snap ik helemaal. Zeker als er dus helemaal geen sprake was van een plaatje van de profeet. Maar dit alles gebeurde 3 weken na de moord op de Franse docent Samuel Paty. Hij liet Mohammed-cartoons zien in een les over de vrijheid van meningsuiting, met als gevolg dat hij werd onthoofd. En ook bij de Nederlandse leraar waren de gevolgen verschrikkelijk, namelijk imams in talkshows die de vrijheid van meningsuiting komen uitleggen. Dat gaat namelijk meestal zo. Eerst zeggen ze dat ze de vrijheid van meningsuiting een heel groot goed vinden, maar uit alles wat daarna komt blijkt dat het dan toch een iets minder groot goed is dan je zou hopen. Mag een leraar een Mohammed-cartoon laten zien, wat u betreft? Ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijk aan te geven dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Dus dat is belangrijk en dat moeten we zeker koesteren en daarover waken. Ik zou meer de ethische discussie willen voeren, of meer de pedagogische discussie. Is het verstandig voor een leraar om het op deze manier met leerlingen te bespreken? Ja, dat is niet echt een antwoord op de vraag. Maar mag een leraar dan een Mohammed-cartoon laten zien als hij dat wil in zijn les, wat u betreft? Nou ja, ik denk dat het heel goed is om juist naar de manier waarop dit bespreken wordt in de klas, dat een docent heeft een rol, het is een rolmodel, heeft een voorbeeldfunctie. Ja of nee? Ja, is het nou ja of nee? Nou, het is niet een kwestie van ja of nee. Ik vind het onethisch en pedagogisch niet verantwoord, ja, om het op die manier met leerlingen te bespreken. Okay, dan hebben we toch een soort van nee. Hebben we toch een soort van nee? Goddank. En je ziet hier waar het misgaat, want natuurlijk ben je een slechte leraar als je de klas binnenkomt van: goedemorgen kinderen, doe je hoofddoekjes even recht, want kijk eens wat ik hier heb, een cartoon, haha, motherfuckers. Dan ben je gewoon een lul. Maar dat betekent niet dat een docent helemaal geen Mohammed-cartoon zou mogen laten zien. Misschien schrikken sommige leerlingen daarvan, maar dat hoort ook bij nieuwe dingen leren en bij ouder worden. En dat doe je op school. Ik bedoel, ik schrok me ook helemaal de tyfus toen ik hoorde dat het zuidelijkste puntje van de provincie Groningen zuidelijker ligt dan de meest noordelijke punt van Overijssel. Dat had ik liever nooit gehoord. Haal maar weer weg trouwens, ik wil hier geen gezeik meer. Haal maar, ja. Dus, je hebt mensen die zeggen, cartoons tonen moet gewoon kunnen. Je hebt mensen die zeggen, het mag wel, maar je moet het niet willen. En dan heb je ook nog mensen die zeggen, ja oké, het mag van de wet, maar dan kunnen we de wet toch veranderen. De Amsterdamse imam Yassine El Forkani wil bijvoorbeeld dat de vrijheid om de profeet Mohammed te beledigen wordt ingeperkt. Dat is op zich vooruitgang, hè? El Forkani wil een cartoonvrije wereld niet bereiken met onthoofdingen, maar met de wet. En het irritante van deze tijd is dat die El Forkani nu dus ook weer ernstig wordt bedreigd, omdat sommige voorstanders van de vrije meningsuiting ook niet snappen dat die ook voor anderen geldt. Sterker nog, zelfs de tekenaar van die niet-Mohammed-cartoon is niet veilig. Die spotprint waar het om gaat, we zagen hem net even in de reportage voorbij komen, die mogen wij nu niet meer gebruiken, omdat de maker van die spotprint heeft gezegd, doe dat niet, het levert te veel stress op in mijn omgeving. Met andere woorden, hij voelt zich aan alle kanten misschien wel bedreigd. En voor de duidelijkheid, wij laten hem nu ook niet zien, niet omdat de profeet Mohammed erop staat, want die staat er niet op, maar omdat de maker er last van heeft. Zo ver is het dus al gekomen. De oproep van El Forkani heeft inmiddels geleid tot een petitie om het beledigen van profeet Mohammed te verbieden. Die petitie die is 120.000 keer ondertekend en dan is de Tweede Kamer verplicht om er al dan niet hysterisch op te reageren. Ik hoorde net ook woorden gesproken over die 120.000 mensen die petitie getekend hebben. He, ja, voorzitter, ik begrijp niet waarom daar zoveel kritiek op is. He, los van de timing. Waarom reageren we anders bij een petitie als het door moslims wordt aangeboden? Dan zeggen we eigenlijk, u bent gewoon af. U mag niks. Ja, Azarkan vond de timing van de petitie wat ongelukkig, maar hij was boos dat iedereen er zo boos over was. En daar was het CDA dan weer boos over. Dit was het slechtste moment, het allerslechtste moment om deze petitie te starten. Om dan ook nog eens een keer te doen als een vermoorde onschuld. Alsof het over moslims gaat. Dit ging erom dat er een leraar was onthoofd. En dan de discussie voeren over godslastering is ziek. Ja, zeker ziek. Helemaal mee eens. Het CDA zelf trouwens ook voor een verbod op godslastering. Kijk, een paar jaar geleden waren ze fel tegen het schrappen van dat wetsartikel over godslastering. Nee, het ging van Torenburg vooral om de timing. Want die petitie is 2 dagen na de moord op die Franse leraar begonnen.
terwijl het CDA altijd netjes 8 dagen aanhoudt. Hier, 8 dagen na de moord op Theo van Gogh schreef CDA-minister Donner in een Kamerbrief: misschien kunnen we de strafbaarstelling godslastering aanpassen. Dat is wel zo chic. Weekje wachten. En al deze problemen liggen dieper. Want het probleem op die Rotterdamse school is dus ook niet dat het een religieuze school is. Het probleem is dat die kinderen al zo geïndoctrineerd zijn, thuis of ergens anders, dat de school er niet meer tegenop kan. Waardoor die kinderen toch verstoken blijven van andere geluiden. Wat gaat Slob hier nu weer aan doen? Maar hoe voorkom je dat het gebeurt? Volgens de minister mede door verplichte lessen burgerschap. Vrijheid van meningsuiting is een onderwerp waarvan we zelfs ook nu wettelijk gaan vastleggen dat scholen daar ook aandacht aan moeten besteden. En dat betekent ook dat je een duidelijke... Gebeurt dat te weinig nog? Wij vinden dat dat steviger kan. Meer lessen over burgerschap en de vrijheid van meningsuiting. En dat lijkt me best wel nuttig. Maar ik denk niet dat het probleem is dat mensen de grondwet niet kennen. Het probleem is dat ze denken dat er een God bestaat en dat het heel erg is als je zijn profeet afbeeldt, en dat dat genoeg reden is om de vrijheid van anderen af te pakken. Want er is al minder vrijheid. Niet alleen op die ene school in Rotterdam, maar ook op al die scholen waar ze het onderwerp niet hebben behandeld om maar geen gezeik te krijgen. En je kunt denken, dit zijn incidenten, maar elk incident zorgt voor een nieuwe golf van zelfcensuur. En zo blijft die levensgevaarlijke heiligheid van bepaalde afbeeldingen in stand. En het geldt ook voor mij. Als ik het zelf al zou durven om Mohammed te laten zien, dan heb ik ook nog een redactie. En die hebben ook weer kinderen en die hebben ook weer een redactie. En die hebben geen zin om onder te duiken in de mediatheek van een katholieke school. Dus ik kijk wel uit. Dat los je echt niet op met alleen een lesje burgerschap. Sowieso moet je er bij kinderen vroeg bij zijn tegenwoordig. Want hier, politici ernstig bedreigd, ook door kinderen van onder de 12. What the fuck? Misschien zijn burgerschapslessen en een verplicht schoolreisje naar het Binnenhof toch niet zo handig. Hé, meester, is dat dan het kantoor van Wilders? En is dat dan gewoon glas of... Kinderen moeten zelf leren nadenken. En de beste plek waar de maatschappij ze echt kan bereiken is op school. Dat is de plek waar je die linkse mafkees van scheikunde uitlacht in de pauze. Waar de libertarische leraar Duits lekker zachte harsjointjes draait voor de 5e klasses terwijl die Ayn Rand voordraagt. Waar de islamitische leraar techniek aan een groep nihilistische leerlingen iets uitlegt. School moet een plek zijn waar je zoveel mogelijk verschillende dingen hoort. En niet alleen maar hetzelfde gelul als thuis. We moeten gewoon zeggen, thuis ben je aan je ouders overgeleverd en op school aan de wereld. Vrijheid van onderwijs zou niet de ouders moeten beschermen, maar de kinderen. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal, zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.